We gaan weer terug, dames en heren, naar de trombone. Want ik had u in het begin van de uitzending al gezegd, dat staat centraal in deze show, in deze music hall. En dat doen we nu met een Amerikaanse gast. Als u hier in ons land en ook daarbuiten vraagt, wat is nou de beste trombonist? Of wie zou je nou graag in de show willen hebben? Of naast wie zou je willen spelen? Dan komt er altijd één bepaalde naam uit de bus. Dat is een man die werkzaam is in Las Vegas. In vroege tijden heeft gespeeld in de bands van Stan Kenton, van Woody Herman. En ook nog platen maakte met Benny Goodman. En dat zijn toch niet de eerste, de beste. Het is een man die weergeloos trombone speelt. Een prachtige toon heeft, een hele goede techniek heeft. En u kunt dat allemaal horen en zien. Laten we eens gaan luisteren naar trombonist Carl Fontana. Thank you.
Thank you.